Mijn naam is Notre-Dame Rudy. Ik werk als kapitein bij Kotuk Smit, vroeger URS, sinds 1982. Wij zijn als achterboot. De functie is van ons natuurlijk in de sluis brengen en afremmen en langs de kant proberen te brengen. En de voorsleeboot voor in de sluis te brengen is dat dezelfde manier, maar dan van voor natuurlijk. En de loods die heeft altijd de leiding, die geeft ons de orders natuurlijk wanneer we moeten afremmen, wanneer we moeten stuurboord uittrekken ofzo, of bakboord. En jij heeft natuurlijk altijd de leiding zogezegd en die volgen wij op. Mijn functie als kapitein is de bedoeling natuurlijk voor te varen en de sleepboot, de schepen assisteren, de manoeuvres uitvoeren, afmeren. Mijn stuurman heeft de leiding aan dek, trossen vastmaken, ook voor de huishoudelijke taken te doen. Koken, een beetje alles opruimen en af en toe een keer een dweiltje slaan in de mes. En dan onze motorist, ja, die is verantwoordelijk voor de machinekamer. Vroeger waren we met vier man aan boord. En dan in de jaren 90 zijn we naar drie man gekomen. En dan is onze kapitein in pensioen gegaan. En dan hebben we alle drie promotie gemaakt. Motorist geworden, Johan. En Dirk is dan stuurman geworden en ik als kapitein. En sindsdien zitten we al meer of 28 jaar samen. De woensdag komen we aan boord, 16 uur. En we zijn 7 dagen constant aan boord en slapen 7 dagen aan boord. En dan erachter zijn we 14 dagen thuis. De Westerschelde is altijd het slechtste natuurlijk. Als je stormweer hebt, dan zit je meestal met slecht weer. Veel golven, ook regen, mist. Alle weersomstandigheden is slecht natuurlijk. En op het kanaal, en meestal ja, de sluizen is een punt waar we erg moeten opletten. Dit is een beetje ons hobby natuurlijk, een beetje varen. Dat zien we graag doen, ja.